De baard op je beeldscherm. Welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag ga ik vertellen wat je als beginner nodig hebt als je thuis een krachttraining wilt gaan doen. Let's go! Oké, voordat we beginnen, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben nogal gek op fitness. Als ik ruwweg mijn spullen bij elkaar op zou tellen, zou ik denk ik een kleine 5000 euro kwijt zijn geweest. Ik heb een tuinhuis nog gebouwd speciaal om in te fitnessen. Die heeft ook zeker 5000 euro gekost. En dan heb ik de kamer waar ik nu in sta te praten, heb ik ook nog een keer verbouwen. Misschien 2.000, 3.000 euro zo'n beetje bij elkaar. Dus ik ben ruim over de 10.000 euro kwijt geweest aan fitnessspullen. Eigenlijk aan fitnessspullen 5.000 euro en aan de rest misschien is het nog een keer 8 of zo. Dus daarvan uitgaan, wat heb ik daarvan geleerd en wat heb jij nou echt nodig? Om die vragen te beantwoorden ga ik deze video opdelen in twee delen. Een deel wat je nodig hebt en wat handig is, / extra, / wat je in de toekomst meer gaat kopen. Het eerste wat je nodig hebt, dat is een squatkooi of een power cage, hoe je het wil noemen. Of een halfrek. Welke van de twee je moet kiezen, dat moet je even zelf bepalen. Daar heb ik een andere video over gemaakt, die komt hier ergens in beeld. En die zal ik in de videobeschrijving neerzetten, daar ga ik wat dieper in over dit alles. Deze die kost 360 euro exclusief de pulley. En een halfrek heb je al vanaf 200 euro. Het is natuurlijk ook afhankelijk van hoe zwaar ga je trainen, wat moet de belasting wezen, hoe lang wil je ermee omgaan, etc. Maar voor basis, voor beginners, kan je met zo'n kooi eigenlijk al jaren vooruit. Het tweede ding wat je nodig hebt, dat is een barbel. We willen ten alle tijde eigenlijk een 50 mm barbel hebben. Die zijn gewoon aanzienlijk beter, kom je ook nog vanaf, dat is gewoon goed. 30 mm spul moet je absoluut niet hebben. Het ligt er natuurlijk aan wat je voor sport wil gaan doen. We gingen dus vanuit van de normale fitnesser. Dan is in principe iedere barbel die tegenwoordig wordt verkocht, is eigenlijk best goed. Deze was 120 euro, je hebt ze ook voor vanaf 80 euro. Maar je hebt ze zeker wel oplopen tot 500, afhankelijk van wat voor takje sport je doet. Als je bij de barbell specificatie staat er ook de PSI, de trekkracht, de buigkracht, etc. En bij sommige fabrikanten staat er ook bij van je kan er zoveel kilo mee squatten, zoveel kilo mee deadliften. Dus kan je zelf een inschatting maken. Maar de goedkoopste voor de normale thuissporten heb je al vanaf 80 euro. Wat je dan nog meer nodig hebt, dat is een bankje. Misschien maak ik daar nog een andere video over. Die moet je dan even zoeken op mijn kanaal tussen mijn afspeellijst, allemaal netjes gesorteerd. Deze was 70 euro. Dat is een heel goedkoop bankje. Dat was de goedkoopste die ik kon vinden, 2-3 jaar geleden. Wat ik erover kwijt wil, zou ik het nog een keer doen? Nee, eigenlijk niet. Ik zou iets meer geld uitgeven als ik jou was. Dit bankje kan volgens mij zo uit mijn hoofd 200 kilo houden. En dan denk je, nou, 200 kilo is best veel. Dat is het ook wel, maar stel je weegt zelf 100 kilo en je gaat dan bij nog eens een keer 100 kilo bank drukken. Zit je al aan de 200 kilo? Waarschijnlijk kan die natuurlijk veel meer hebben, maar goed, laten we zulke soort grote risico's niet gaan nemen natuurlijk als je met zo'n stang boven je borst ligt, want dat kan natuurlijk gruwelijk fout gaan. Dus ik zou een ander bankje kopen en een steviger bankje. Ik heb beneden in mijn andere sportruimte heb ik een steviger bankje gekocht en het enige advies wat ik heb met bankjes, ga naar een winkel toe en test ze uit. Daarnaast lijkt het me ook heel handig als je wat gewichten kopen als je aan krachttraining wil gaan doen. Dit zijn lang niet allemaal gewichten, want je hebt wel aanzienlijk meer nodig. Altijd alles 50 mm kopen. 50 mm. En nooit dit spul kopen. Dit is 30 mm, zoals je ziet. En dat is het verschil. Dit is gewoon zooi. Kom je ook niet meer vanaf. Dit is gewoon goed kwalitatief spul. Kost wat meer. Zou ik absoluut aanraden om te kopen. Voor gewichten. 100 kilo is wat aan de krappe kant, maar kan je wel lang mee vooruit. Je hebt al gewichten voor ongeveer 2 euro per kilo, dus dan ben je ongeveer 200 euro aan kwijt. Als je die opstelling hebt, een squatrek, een bankje, een barbel en wat gewichten, kan je eigenlijk echt al heel lang vooruit. Maar er zijn er natuurlijk wat extra dingen, wat extra handige dingen die je in de loop der tijd toch gaat kopen. Daar wil ik het alvast even over hebben. Een setje dumbbells. Ideaal, dat is waarschijnlijk een van de eerste dingen die je gaat kopen. Zoals ik net zei, koop 50 mm spul, rolt lekker, is lekker. Deze zijn al zeker 3 jaar oud. Ik ga er best ruw mee om en ze zijn gewoon nog perfect. Naast deze dumbbells wil je lockjaws hebben. Waarom? Dit is de duurdere variant, die zijn volgens mij 40 euro. Je hebt ze ook al vanaf 25, misschien zelfs 20, maar ik hou even 25 aan voor het gemak.
Lockjaws voor de mensen die ze niet kennen. Of die bij een sportschool zitten waar ze dat niet hebben. Zou geen hele beste sportschool zijn. Om heel eerlijk te zijn. Deze klemmen, dit werkt gewoon net wat minder snel. Als je ze eenmaal hebt gebruikt, ze zijn 2 keer zo stevig. Het is veiliger, het gaat sneller, het traint gewoon lekker. Dat wil je hebben. Daarna, tegels. Het is handig als jij gaat deadliften of noem maar op wat voor oefeningen, bent overroos of iets dergelijks gaat doen. Jouw onderburen of je ouders of überhaupt je hele laminaatvloer slash tegelvloer zou ik het alsnog niet doen. Slash laminaatvloer. Die kan best naar de kloten gaan natuurlijk. Dus ik heb gerekend op 8 tegels. Als je er 4 hebt, kan je hier 4 tegels neerleggen. Barbel ertussen en aan de andere kant weer 4 tegels. En voor die 8 tegels ben je €44 kwijt. Daarna, als mensen hem al even zien liggen. Wat ik adviseer, een belt. Hier maak ik sowieso een aparte video over. Link zal misschien nog niet onder deze video staan, omdat die nog niet uit is. Maar hier wil ik een aparte video over maken, over waarom en hoe en wat. Maar koop een degelijke belt. Kijk alsjeblieft de andere video voordat je er een gaat kopen. Daar vertel ik veel meer in. Die heb je vanaf €30. Kost niks. Perfect. Daarna switch ik over naar schoenen. Hier zal ik ook een aparte video over maken. Genaamd, ja, iets van powerlifting schoenen, weet ik veel. Ik zou niet weten hoe ik die video ga noemen nog. Koop dit. Kijk ook alsjeblieft die video. Wordt ook heel uitgebreid. Vertel ik heel veel over. Het is gewoon handig om speciale schoenen te hebben. Ik snap niet heel veel, eigenlijk heel vaak niet waarom mensen wel hardloopschoenen kopen. En dan vervolgens gaan hardlopen, want dan is het echt nodig en dan krijg je klappen, beweren ze. Terwijl als jij met 100 kilo in je nek staat te squatten en je voert dat continu verkeerd uit. Misschien doe je dat wel 3 keer in de week. Misschien maak je wel 75, misschien maak je wel 175 herhalingen in een week. Ben je achter elkaar een herhalende verkeerde beweging aan het maken op een zwakke ondergrond. Dit wil je gewoon doen en dit wil je gewoon doen in stevige schoenen en je wil gewoon stevig staan. Wat daarnaast nog een optioneel dingetje is, is een pulley. Die ken je ongetwijfeld, die kom je vast tegen in de sportschool. Dit rek heb je zonder pulley, heb je ook met pulley. Je kan hem ook apart kopen, daar zal ik even een foto bij doen. Die is zo €60. Zou ik niet adviseren eigenlijk, is zonde. Ik zou in 1 keer dit squat rek kopen met pulley erbij. Dan ben je dus dit ongeveer kwijt. Wat ik dan wel zou doen, als je dan toch alles haalt, dat is geen halve rek kopen. Eigenlijk. Het squat rek, geen €360 kopen en een pulley ook niet kopen van €60. We kopen wel het squat rek, alleen dan degene waar gelijk de pulley op zit. En die is €480 op dit moment. En misschien zijn er zelfs nog wel goedkopere varianten, maar dit is wel een heel fijn rek, moet ik zeggen. Dus dan zitten we nog steeds ongeveer op €850 tot, dat kan ik niet uit mijn hoofd natuurlijk, €1329. Dan wil ik er nog wel bij kwijt dat €200 aan gewichten, zou je plus minus 100 kilo hebben. Een normale barbel is 20 kilo, is 120 kilo. Kan je, afhankelijk van wat je doel is natuurlijk, als je alleen bodybuilding doet, kan je er een goed tijdje mee vooruit. Alleen, wanneer je meer powerlifting gaat doen, meer krachttraining, etc., dan is het al snel nodig om er toch 100 kilo bij te kopen. En als je dan in totaal 200 kilo hebt en dan nog een keer 20 aan de barbel, heb je 220 kilo, kan je ruim vooruit. Dus, eigenlijk zou ik zeggen, nou, als we toch aan het strooien zijn, koop er nog wat extra gewicht erbij, wat 100 euro extra, ben je €1500 kwijt. We zijn dus ongeveer plus minus, als je echt alles zou kopen in 1 keer helemaal compleet, €1500 kwijt. Dan zitten we natuurlijk wel echt aan de max. Met die 850, 1300, kom je natuurlijk ook echt een heel eind. En dan hoor ik je denken van, ja, dat is wel een berg geld. Klopt, maar relatief gezien, stel je voor, we hebben een sportschoolabonnement. Wat ergens tussen de 30 en €50 per maand, laat ik het niet overdrijven. Dan kom je dus ergens uit op de 360 en €600 per jaar. Dan is €600, dan hoor ik je natuurlijk denken, als je van de duurste variant uitgaat,
Nou, dan heb je het er eigenlijk in 2 jaar, plus minus, heb je het er al uit. Ja en nee. Ja, je hebt het er wel uit, omdat je daarna alleen maar gaat verdienen. Maar ik kan jou garanderen, als jij kwalitatief spul koopt, 50 mm spul, normale lockjaws, geen goedkope dingen die je er gratis bij krijgt. Die, als je daarin investeert, jij koopt voor 1500 euro, kan ik jou garanderen dat je er sowieso nog 800, 900, 1000 euro misschien wel voor terugkrijgt. Daarbij komt dat de reden is natuurlijk dat je daar zoveel geld voor terugkrijgt. Het gaat niet kapot. Als iedereen, ook al ga je, het is ervoor gemaakt om er ruig mee om te gaan. Dus zelfs al ga je er ruig mee om, vaak gaat het niet kapot. Een barbel die kan nog wel buigen of iets dergelijks. Maar een squatcoy die hier voor mij staat, daar is niks mis mee. Het is een stuk staal en het blijft goed. Dus vandaar dat natuurlijk die prijs zo hoog blijft. Daarbij komt ook dat als je tweedehands spul koopt, dat natuurlijk wel aanzienlijk scheelt. Dan kan je misschien wel voor die 1000 euro helemaal klaar zijn in plaats van 1500. En als je daarna nog eens een keer verkoopt, tel uit je winst. Dan heb je een sportschoolabonnement, heb je zo terugverdiend. Een andere handige tip is ook, als je nou al deze spullen gaat zoeken, je wilt ze tweedehands kopen, kijk dan eens op bekende bodybuilding forums of krachttraining forums, etc. Er zitten daar heel vaak mensen die ze daar verkopen, omdat ja, die markt is daar natuurlijk veel groter. Je krijgt veel sneller een koper dan op Marktplaats. En stel je ervoor, je hebt al deze spullen gekocht en je weet niet zo goed wat je ermee moet doen. En je gaat oefeningen doen en je voelt ze misschien verkeerd uit. Je voelt me aankomen, dan ga je naar mijn kanaal toe. Dan abonneer je daar en dan vertel ik jou iedere week iets nieuws over fitness/krachttraining. Dus bedankt en tot volgende week.